Rail Public Transport. Openbaar vervoer per spoor. Dit is de M7, de nieuwe metro voor Amsterdam. De M7 is gebouwd door CAF in Spanje en is van het type INEO. De M7 is 60 meter lang en GVB heeft 30 metro's besteld van dit type, met een optie van nog 30 metro's. CAF is ook wel bekend van de nieuwe 15G-tram voor het GVB en voor het bouwen van de oudere S3 en 4 metrostellen. CAF bouwde ook de SNG voor NS, de Sprinter Nieuwe Generatie, en de nieuwe trams voor de Uithoflijn. De M7 bestaat uit 3 delen en kan gekoppeld worden in combinaties van 2 metrostellen. Deze metro zal in 2021 in dienst gaan. De M7 zal ingezet worden op alle lijnen, behalve lijn 52, de Noord-Zuidlijn. De M7 lijkt erg op de M5 qua interieur en exterieur. Ook beschikt de M7 over vloerverwarming. De M7 is net als de M5 voorbereid op automatisch rijden. Ook is het mogelijk deze metro te verlengen als er uiteindelijk automatisch gereden gaat worden met perrondeuren in de toekomst. Het is de bedoeling dat het metro-sneltrammateriaal S1-S2 uit 1990 vanaf 2021 langzaam vervangen zal worden door de M7. Dit geldt ook voor de S3-M4, die ook is gebouwd door CAF in 1996. Deze zal vervangen worden in 2027. Hier Martijn Roos die ons wat vertelt over de M7. Ja, doe maar. Ja. Nou, ik ben Martijn Roos, bekend hobbyist bij het GVB. Ik volg al sinds 1977 het rijden en zeilen van het GVB. Even kort uitleg, GVB heeft in januari 2017 aanbesteding M7 gestart voor 30. 3 wagentreinstellen van ongeveer 60 meter lang, 3 voor maar 5 meter breed. Ze worden in design gebouwd van de bestaande M5 en 6 wagens. Ze zijn korter. Ze gaan de eerste instantie S1 en S2 sneltramwagens vervangen die op lijn 51 rijden. Terzijde tijd is er nog een optie op 30 erbij onder de noemer M8. Die dan de bestaande vloot S3 en 4 wagens, metrowagens kan vervangen, die ook trouwens door CAF zijn gebouwd. En nou, hier was net de bezichtiging van de mock-up. Die is uitgebreid gefotografeerd. En dan maken we nog even op de Facebookgroep Metromaterieel M7 wat promotiemateriaal voor. En zomer 2021 kunnen de eerste passagiers instappen. En dan moet de serie M7 gaan rijden. Dus nou, dank voor het interview, Martijn Koos. Ja, de. Moet je die timelapse niet filmen? Hier de vergelijking tussen de M5 en de M7.
even hoe het is. Vergeet je niet te abonneren. Bedankt voor uw bezoek aan Rail Public Transport. And do not forget to subscribe. Thank you for visiting Rail Public Transport. Rail Public Transport. Openbaar vervoer per spoor.